Hallo dames en heren en welkom bij mijn allereerste Pokémon video. Ik zou er eigenlijk eentje opnemen in Spanje, is me niet gelukt, maar wees niet getreurd, want ik ga jullie wel alle Pokémon's laten zien die ik in Spanje heb gevangen en ik kan jullie vertellen, die zijn ontzettend episch. Ik heb mijn telefoon hier en jullie zien dat ook op het scherm, dus ik zal even laten zien. Oh, ik ben trouwens samen met Milan. Echt compleet in de geer. Hoi, mijn naam is Milan. Ik ben er ook. Ik ben de broer. Zijn knals dat in de beschrijving. Doei. Oké, dames en heren, mijn allersterkste Pokémon is mijn Murk. En deze heb ik serieus gevangen in Spanje. Ik was rustig aan het chillen, ik was lekker wat aan het drinken. En in één keer spande deze. En ik gooide één ultrabal en ik had hem. Nou, dan gaan we door naar Sparky. Hartstikke leuk. Magmar. Deze Pokémon heb ik gekregen uit een 10 kilometer ei. En hier was ik serieus heel erg blij mee. Ik vind hem echt super cool. Tiethoofd is dit. Tiethoofd? Oh ja, hij heeft twee borst als hoofd. Misschien is dat wel een special attack, wie weet. En ik heb mijn... ik heb hier mijn Slowbro en daar ben ik ook wel blij mee. En deze Pokémon, Aerodactyl, die heb ik laatst uit een 10 kilometer ei gekregen. Echt super episch. Nou, voor de rest heb ik op zich niet zo heel veel goede Pokémons. Maar ik kan wel heel veel Pokémons evolueren. Wow, je hebt de Graveler. Ik heb de Graveler, dat is de evaluatie van Geodude. Ik ga Pokémons evolueren. En wat gaan we dan doen, dames en heren? Dan gaan we naar items. Dan gaan we een Lucky Egg aandoen. En het gaat nu in, dames en heren. En we gaan niet zomaar Pokémon's evolueren. Want ik heb superveel. Kijk maar. Even op naam zetten. Ik heb Caterpies. En die kan ik heel veel evolueren. Kijk maar, 100 candies. En dit vang je in Spanje. Moet je kijken. Dit is gewoon onkruid in Spanje. Onkruid? Ja, dat is niet normaal. Kijk hoeveel candies ik heb. 386. Nou, die gaan we allemaal niet evolueren. Ik ga hele vette Pokémon's evolueren. We gaan gewoon helemaal bovenaan beginnen. Oh shit. Let op, dames en heren. Weeping Pijpmond. Oh ja, Pijpmond. Echt zo fout dit gewoon. Het duurt wel lang, hè, die animatie. Ja, dat is het kutte. Als je zeg maar een Lucky Egg van een half uur hebt. En ja, je moet wel doorgaan. Want dat Ja, ik moet doorgaan. Als je een Lucky Egg hebt van een half uur. Ja. En je wil evolven en je wil zeg maar daardoor levelen. Dat die evolve duurt zo lang. Ja. Dat je de hele tijd denkt van. Nou, maar mijn Lucky Egg staat toch aan, schiet op! Weet je wel, en je kan het niet doorspoelen. Dus dat is kut. Ja, dat is wel waar. Weet je wat het is met evolueren? Deze Pokémon heb ik al een keer gevangen. Maar als je hem nog niet hebt geëvolueerd. Dan moet je dat zeker weten nog wel een keertje doen. Want daar krijg je nog wel gewoon heel veel XP van. Oh, 1035, hé. Eevee. Oh, en een Eevee kan je een naam geven. En dan wordt hij een bepaalde Pokémon. En ik heb die vuur-Pokémon nog niet. Hoe moet je die ook weer noemen? Oh, dat vraag je aan mij? Ja. Ken je deze foto al? Deze is echt geniaal. Ja, dat is wel slim. Die is echt leuk, hè? Ja, die is slim. Nee, doe gewoon Eevee Evolutions. Hoe krijg je vuur Pokémon? Ja, dit is niet handig. Nee, maar... doe Eevee. En dit kost allemaal tijd van je. Ja, 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 ja. Dit is zo dom. Pyro! Met hoofdletter, okay. Zonder hoofdletter, met ja, XI. Alleen hoofdletter P. Pyro. Oké, we gaan hem evalueren. Nice. Let's go, man! Eevee is wel echt super cute, hè? Yeah, maar hoeveel CP zal deze zijn? Dat gaan jullie nu zien. Na de reclame. Nu heb ik ze wel allemaal. 1324. Nice. Hey, heb je Ekans wel eens omgedraaid? Ja, daar staat de Snake. Oké. Daar komt hij. Dit wordt een Haunter, geloof ik. Deze heb ik ook nog niet. Het zijn veel Pokémon's die ik ga evalueren in deze video die ik nog niet heb. Dus ik krijg echt ontzettend veel XP. Goldeen. Daar gaan we. Ik ga er even wat drinken bij pakken. Dit gaat echt lang duren. Laten we nog maar even een Goldeen doen. Ik evolueer mijn Pidgey, man. Wow. Dikke shit. Een Horsey, dames en heren. Wow. Dat wordt een pony. Seeking. Wat jij weet het echt slecht. Ja, ik weet het echt niet. Oh nee. Dat de Seeking was net. Oh ja, was een Kingsie. Wat wordt het ook weer? Seandra. Een Kiesing. Kieseandra. Oh mijn god, ik krijg lachen als ik zie wat het is. Sidra! Oh, nice. Ik zat zo in de buurt, hè. Zo close. Krabby! Laten we die even evalueren. Dat wordt een Kingler, die heb ik al. Maar ik heb het nog nooit geëvalueerd. Dus ik wil even die
500 geloof ik XP krijgen. Nee, 1000. Oh, 1000. Want je hebt een Lucky Egg aan, hè? Ja. Boom! Veel evaluaties. Ja, la. Wel een mooie locatie hier trouwens, hè? Ja, dit is prachtig. Een soort Nederlands-Spanje. Ja, gewoon in het bos hier. Prachtig. Miauw, die kan ik evalueren. Oh, dan krijg je een Persian. Echt? Oh, dat weet jij dan weer? Ja, die heb ik al. Nou, ik heb hem nog niet. Persian. Hopelijk wordt deze supergoeie CP. Hopelijk, dames en heren. Hopelijk. Komt-ie. Wauw! Hoppa, gek. Even registreren. Dit is zo kut, dat duurt zo lang. En dan zien we het CP. 900. Wat een flipper. Je gooit die Onyx weg, man. Die van 11. Nee, want kijk. Ja, die candy, tief op. Nee, let op, hè. Kijk, deze Onyx van 462, die heeft 12 aanval normaal, special 30. En deze van 11 heeft normal 12 en special 80. Ja, nou en? Ja, nou, laat me gewoon even dat uitleggen. Ja, maar... Jongen. Deze had ik ook nooit. Kijk, gaat hij even registreren. Schaamluis noem ik hem. Hier is schaamluis. Huh? Oh, ik had de microfoon bij de telefoon. Oh, 931. Ja, even bellen en dan... Ja, allemaal hier, pinsars. Kijk dan, pinseer. Of hoe noem je dat precies? In ieder geval, die heb je ook superveel in Spanje. Kijk maar. Een Bonita! Die ga ik evalueren. Oké, okay, deze... Oh, sick. Die heb ik nog nooit gezien. Deze heeft 12 normal en 100. En deze andere, die heeft 10 en 100. Dus laten we dan die 12 doen, want het scheelt 2. Hey. Oh, nee, niet power. Oh, Oké, daar komt ie! Wat wordt het eigenlijk? Wow, explosie effect! Wow. Wat wordt het? Een episch paardje, man. Check. Wham. Wat is het? Ja, het is bijna gewoon precies hetzelfde, maar dan met meer vlammen, weet je wel. Meer... Hoe heet het? Het heet... Rapidash. Oh, 1200, hé. Rapidash. Dat is niet zo slecht. Laten we deze Psyduck even doen. Pa-pa-pa-pau. Hoe weet ik wanneer mijn Lucky Egg afgelopen is? Oh, dan moet ik kijken aan hoe lang we opnemen. Golduck, dames en heren. Dat krijg je als je een Psyduck evalueert. 1339. Wauw. We gaan hem nog even een keertje doen, want ja, ik heb gewoon die candies en die moet ik opmaken. Ik moet je iets grappigs vertellen. Ik was gisteren of eergisteren was ik verderop. En daar heb je echt iets van 50 tot 100 mensen die gewoon Pokémon's vangen. En toen was een jongen en die ging keihard op zijn bek met de fiets. En iedereen lachen. Ja, iedereen lachen, omdat hij was zo druk met zijn telefoon. Hij flikkert in één keer keihard op zijn bek. Even eens kijken of ik nog een vette... Ja, ik heb nog een vette, dames en heren. Sandshrew. Die kan ik evalueren. Die heb ik nog niet, die evaluatie. Oh, kijk dan, hij ging rollen in een bal. Coole Pokémon. Oh, die heb ik ook nog niet. Pokémon. Is dat niet Sandshrew? Ja, maar dit wordt Sandshrew of zo. Sandshrew? Sandshrew? Slash. Slash. Wow, wel een coole aanval. Slash. Maar eerst even registreren. Als zo'n bonnetje. Echt, hè? Sandslash, zei ik. Oh, yeah. Nice. Nou, de aanvallen zijn niet echt speciaal. Maar goed, het is toch weer een nieuw Pokémon voor mij. Wow, ik heb een bos haar die heeft. Dat is niet eens haar. Nou, wat is dat dan? Dat zijn van die dennennaalden. Oh, van die dennennaalden. Oh ja, want die heb ik ook altijd op mijn lichaam. Oh, ik kan een Venonet. Wat wordt dat eigenlijk? Oh ja, dat wordt een vlinder, toch? Ja, dat wordt een Venomoth. Oh, de Venomoth. Oh, die heb ik wel gevangen, die Venomoth. Maar ik heb hem nog nooit geëvalueerd van Venonet naar Venomoth. Dus dan krijg ik weer even die experience. Wauw, het is wel een schattige. Best wel raar, hè? Venonat naar Venomoth. Hoezo? Dat is raar. Van een mottenbal naar een mot. Ja, maar ik weet niet. Het ziet er niet echt logisch uit. Ja, ik heb hem in ieder geval. Trouwens, wist je dat als je op een Pokémon drukt, zoals nu, en jij gaat dan weer terug. Kijk, zie, maar als je drukt op Voltorb en je wil weer naar diegene daarnaast, zeg maar, naar die Vulpix. Ja, dan kan je gewoon opzij. Ja, waarom doe je dat niet? Ja, weet niet, daar hou ik niet van. Oké, nou. Voor de rest heb ik eigenlijk alleen nog maar van die standaard Rattata's, Pidgeys en Zubat, zoals deze. Dus die ga ik nu even snel allemaal evalueren en dan zien we straks hoeveel XP ik in totaal heb gekregen in het half uur. Ben je er klaar voor? Ja. Om te zien hoeveel XP ik heb. Ja. In een half uur tijd. Ja. Oké, let ik op. Ik gok 40.000. Ik denk iets van 50 nog wat. Level 23, oké, leuk. Nu. Wow! Zag je het al? Nee, jij ik wel? Ik zag het al, ja.
Waar? Het stond al in beeld. Ja, het stond achter die medal. Die fucking medal. Die oh, echt? Hoeveel was het? Ja, dat weet ik niet. Kom op! 63.500. Wow, echt waar? Ja. Zoveel? Fucking veel. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het een super leuke Pokémon video van mij. Jullie hebben dus de Pokémons gezien uit Spanje en super veel XP, dames en heren. Ja, jammer dat ik niet zoveel kon inbrengen. Maar daar ben je een broer voor, je zit er gewoon bij. Willen jullie meer Pokémon's video's zien? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En als je tips van mij hebt, dan laat het weten. En als je bepaalde dingen in Pokémon wil zien, laat het ook weten. En dan ga ik daarvoor zorgen. Check jullie bij een nieuwe video. Peace!